We hier, zijn hier op de fokdag van het Gruithinder in Drachten. Ik denk dat we terug kunnen zien op een fijne fokdag. En met name in de oude rubrieken veel kwaliteit zat. Niet alleen de oude rubrieken, maar ook de veulens hebben we in de kampioenskeuren kunnen bewonderen. Met prachtige modellen, veel beweging. En één veulen, nummer 7, die Johannes Veulen, die liep er echt uit wat souplesse, houding en draagkracht betreft. De driejarigen hadden we maar eerst één eerste premie. Op de drie, in totaal hadden we daar 9 sterren. Dus wat we in de breedte was het voldoende, maar de echte kwaliteit ontbrak een klein beetje. De kampioenskeuring valt er goed uit. Ik denk dat we een hele mooie, verrassende kampioen hebben. Een Tjalkemerrie die opviel door jeugdigheid en met name ook door een prachtige manier van bewegen. Met veel houding en met veel balans en veel cadans in de takt in die beweging. Wat dat betreft denk ik dat de vakvereniging het Gruithinder terug kan zien op een waardevolle keuring. En misschien in de breedte wat meer kwaliteit hadden willen zien. Maar met name de oude rubrieken best goed voor de dag zijn gekomen.